Ik ben Marjoleine Graaf. Ik ben onderzoeker entomologie bij Bureau Tilten. En ik hou me bezig met het testen van verschillende technieken om te kijken naar insecten, om insecten te monitoren. Dit is de ijskoud. Dat is een plakval, een gele plakval met daarboven een camera. En die camera maakt door de dag heen foto's en die stuurt hij dan naar een server. En die server heeft een programma dat wordt getraind om dan de insecten te herkennen. En wij gebruiken het nu voor de ontwikkeling van de bladluismonitoring. We vergelijken ze dan met de waterbakken van de NAC. Het voordeel van de ijskoud is dat het automatisch detecteert. Dus dat je er veel minder werk van hebt. En je hebt ook real-time monitoring. Dus je kan echt op het moment zien hoeveel luizen er eigenlijk op je plakplaat zitten. Dit is de diopsis. Dat is eigenlijk een gele plaat met daarboven een camera. Die detecteert eigenlijk alles wat er op de gele plaat komt. En hiervan is natuurlijk het voordeel dat de gele plaat plakt niet. Dus alle insecten blijven leven, terwijl je wel kan monitoren wat er aanwezig is. We gebruiken automatische technieken die je ook vooral in real-time kunnen detecteren. Zit hier aan deze kant zit een lichtbundel en alles wat daar doorheen vliegt, dat wordt door deze camera gedetecteerd. Maar we gebruiken ook nog technieken als plakvallen en waterbakken die je nog wel zelf uitzoekt en waarmee we door middel van DNA kijken welke soorten erin zitten. Vorig jaar hebben we zo'n 400 verschillende soorten gevangen, waarvan ook echt veel natuurlijke vijanden. Nou ja, naast dat er nuttige insecten op je perceel kunnen zijn, kunnen er ook economische plagen zijn. Ik denk dat je als je er meer inzicht en kennis van hebt van wat er aanwezig is op je perceel, dat je ook gerichter kan bestrijden. En nou ja, dat is gunstig voor de biodiversiteit, maar ook uiteindelijk gunstig voor de voedselproductie, voor je opbrengst.